Net voor de aftrap van de eerste wedstrijd in de nieuwe competitie namen de Canaries afscheid van Rita Miewes. 10 seizoenen lang verzorgde zij de Canaries als haar eigen kinderen. Rita, vandaag een emotionele dag voor jou, toch wel, hè? Ik denk het wel, ja. Afscheid nemen, maar niet helemaal van STWV, want dat draag ik in de naast de rest van mijn leven. Je hebt 10 jaar je ingezet voor STWV, hè? Wat heb je gedaan? Ik ben begonnen met alleen de was te doen van de spelers en geleidelijk aan hebben we eigenlijk alles gedaan voor hun eten gemaakt, gezorgd dat alles klaar was voor de wedstrijd. Kortom, alles in één. U was eigenlijk een beetje de mama, de moeder van de spelers. Een klein beetje, want ze hebben altijd, en dat zullen ze ook blijven doen, een deel uitgemaakt van mijn gezin. Kan je ze dan missen? Ik zal ze niet missen, want ik ga ze blijven volgen. Altijd. Altijd. En wat vind je ervan dat ze jou vandaag toch een beetje in de bloemetjes willen zetten? Ik vind dat heel fijn. Heel, heel, heel fijn. Ik heb hier hele mooie momenten beleefd op Staaien. En daar ben ik hun eigenlijk heel dankbaar voor. Herinner je zo een mooi verhaal of iets wat je nooit zal vergeten? Ja, het kampioenschap vorig jaar. Dat was het mooiste moment. Denk ik. Waarom? Omdat we terug naar de eerste gingen en ik ben blij dat ik ze hier in Eerste Nationale nu mag achterlaten. Okay, goed. Maar we gaan jou zeker nog tegenkomen hier op Staaien. Dat zal zeker zijn, dat denk ik wel. Ja, 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 ja. We gaan ze blijven volgen. Hè. Heel veel succes. Dank je wel.